Goedemiddag, mijn naam is Aarts. Vandaag gaan we de integrale en rationale functie oplossen met partiële blokken. Hier gegeven functie x kwadraat plus 3 min 4 gedeeld door x tot derde min 4 kwadraat plus 4x. Hier de graaf van de noemer groter dan van een teller. Dan kunnen we dus partiële blokken voorstellen, namelijk door de noemer te gaan vinden. X tot derde min 4 kwadraat plus 4x kun je schrijven door x buiten te brengen als x keren x kwadraat min 4x plus 4. Dus eigenlijk krijg je merkwaardig blok x min 2 kwadraat. Ja, dat betekent dus, je noemer is dus x maal x min 2 kwadraat. Dan kun je partieel breuk aan toepassen. Kijk daarvoor een video partieel breuken, namelijk x kwadraat plus 3x min 4 gedeeld door x tot derde min 4x kwadraat plus 4x kun je schrijven als a keren je eerste coëfficiënt x plus b keren x min 2 plus c keren x min 2 kwadraat. Waarom x min 2 kwadraat? Omdat je een dubbel nulpunt hebt, moet je twee keer laten twee keer voorstellen. Kijk dan maar een video over partieel breuken. Dat betekent dus, het uitwerkt, dan krijg je dus a x min 2 kwadraat plus b x maal x min 2 plus c x maal x min cx gedeeld is gelijk aan x kwadraat plus 3 min 4. We hebben ook een gelijkname noemer gebracht, de a, de b en de c. Dan krijg je deze term hier. We gaan hier nu uitwerken. Als we dat uitwerken, krijg je a is a plus b is 1. Dat is de x kwadraat. Voor de 3x krijg je min 4a min 2b plus c is 3. En voor de min 4 krijg je 4a is min 4. Die 1, 3, min 4 komt van x kwadraat plus 3 min 4. De a en b komen van de andere kant. We gaan het niet uitwerken. Je kunt zelf uitwerken en dan kijken wat er bij x kwadraat staat bij x en zonder x. Hier kun je afleiden. Ja, de 1, 3, min 4 komt daarvan. Dat je a min 1 is. 4a is min 4. Dan wordt je b wordt dan 2. 2 min 1 is 1. En c zal dan 3 worden. Kun je doen via gewoon uitwerken of via een andere manier. In feite betekent dat deze formule hier gelijk is aan de integraal van eerst is het min 1, dus min 1 over x dx, min 1 over x dx, ja, dan plus 2 keren de integraal van dx over x min 2, dat is de b, en dan plus 3 keren de integraal van dx over x min 2 kwadraat. Ja, dat is uw ontbinding. Dit hier wordt min ln x, dat is gewoon een min ln x. Ja, dit wordt 2 keer ln x, ln x min 2, plus 2 keer ln x min 2. De laatste term wordt plus min 3 keer, dus min 3 keer dat er x min, dat zijn allemaal basisintegralen die je kunt uitwerken, plus c dus. Nu, de eerste twee termen kun je 2 binnenbrengen, krijg je ln x min 2 kwadraat, dus krijg je min ln x plus ln van x min 2 kwadraat. Min 3 keer gedeeld door x min 2 plus c. Dan kun je twee ln's optellen. Dat wordt een deling. Dat is dan plus en min. Krijg je dus ln van x min 1 kwadraat gedeeld door 2x min 3 keer x min 2 plus c. Ja, die ln komt gewoon. En wat staat een plus met een min, wordt dan een deling. Dat is de oplossing van deze integraal met partieel breuken. Nee, opnieuw, ln wordt een deling. Dus we hebben partieel breuken om de graad van de teller, grote kleine graad van een noemer. Dank voor de aandacht, gewoon een keer. Nog hartelijk dank om te kijken. Daag.